Het doel van het kleinkeuzevak doorstroom HBO is om de student optimaal voor te bereiden op een HBO-studie. Dit is echt een theorievak. Je moet hier veel de theorie induiken. We gaan het in de theorie bijvoorbeeld hebben over het doen van wetenschappelijk onderzoek. Hoe doe je dat nou? Hoe kan je de goede informatie selecteren? Maar ook over statistiek. Hoe kan je nou echt iets bewijzen? En dat doe je voornamelijk in studiegroepen. Die studiegroepen... Daar is het heel belangrijk dat je een aantal vaardigheden goed voor beheerst. En dat zijn ook vaardigheden die op het HBO heel belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan ICT-vaardigheden zoals Excel. Samenwerken is erg belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld iets als het maken van een goede samenvatting. Dat zijn vaardigheden die veel terugkomen binnen dit vak. Naast de theorie ga je ook zelf open dagen bezoeken van HBO-studies. En we gaan er ook naartoe. We gaan daar hoorcolleges volgen, net zoals op het HBO worden gegeven. Om dit vak te volgen moet je echt gemotiveerd zijn om na het CIOS een mooie HBO-studie te gaan doen. Je moet het keuzevak doorstroom HBO kiezen als je verder wilt doorstuderen op het HBO. En je wilt weten waarop je je moet voorbereiden. Het is een goede voorbereiding voor je vervolgstudie. Je moet dit vak niet kiezen als je niet wilt doorstromen naar het HBO. Ook niet als je niet in de avonduren les wil hebben, want het vak wordt in de avond gegeven. Door dit vak ben ik bewust geworden wat het HBO van me vraagt. Ik ga voorbereid het HBO in en ik weet nu wat mijn plus- en minpunten zijn. Met het keuzevak wil ik bereiken dat ik straks weet waar ik aan toe ben, zodat ik niet voor verrassingen kom te staan. Dat lijkt me een groot voordeel.